In mijn vorige video, die we hier kunnen terugvinden, heb ik besproken hoe dat we van decimale getallen naar binaire getallen kunnen gaan, die omzetting. Nu, in deze video ga ik bespreken hoe we van decimale getallen naar hexadecimale getallen gaan. Maar wat zijn hexadecimale getallen? Nu, ik heb uitgelegd in mijn vorige video dat de decimale getallen, dat wij daar 10 verschillende karakters voor hebben. Voor elk getal hebben we een karakter van 0 tot en met 9. Bij hexadecimaal, we horen hexa en we horen deci, dus 6 en 10. We hebben 16 verschillende cijfers, dus vanaf 0 tot en met 15 hebben we elk getal een apart karakter. Nu, de cijfers van 0 tot 9 worden ook gebruikt in hexadecimaal, dus 0 tot 9. En vanaf dat we nummer 10 willen schrijven, gaan we over naar de letters. Dus 10 is A, 11 is B, enzovoort, tot en met letter F, want de letter F stelt cijfer 15 voor. Goed, dus we willen van decimaal naar hexadecimaal. Oké, we willen bijvoorbeeld het nummer 479 in decimaal. Dus ik ga het hier bijschrijven, decimaal. Dat willen wij in hexadecimaal krijgen. Hoe gaan we dat nu doen? We nemen het getal 479 en dat delen we door 16. Ik kan dat niet uit mijn hoofd, dus ik neem mijn rekenmachine. Deel door 16. Komt uit 29,9375. We houden de 29. En we gaan hier dan een R zetten, R van rest. En de rest komen door enkel het getal na de komma te vermenigvuldigen met 16. Dus 0,9375 maal 16 is, dat ga ik hier schrijven, 0,0 maal 16 is 15, dus R15. Zo. Dan gaan we door naar het volgende. 29 is enkel dit getal hier. Schrijven we terug hier en delen we opnieuw door 16. 29 gedeeld door 16 is 1,8125. We schrijven de 1 opnieuw over, als we deden bij 29. Dus we schrijven hier 1, R van de rest. Nu opnieuw het getal naast de komma, 0,8125 maal 16 is R13. Oké, we gaan terug. Nu de 1 gedeeld door 16 is gelijk aan, dus gewoon schrijven, sowieso 0,1 gedeeld door 16, 0,0625. Die 0 schrijven we hier opnieuw en de R opnieuw 0,0625. Logischerwijs moet dat opnieuw de 16 uitkomen. Voilà, anders was mijn rekenmachine kapot. Voilà. Als we dat we hier een 0 krijgen, stoppen we. Gedaan. Maar we gaan ons op deze nummers focussen hier. Deze. Dus de 1, 13 en 15. En we gaan die op deze manier gaan lezen, van onder naar boven. En we schrijven deze nummers, zoals we ze kennen, in hexadecimaal. 1 is 1, dat blijft hetzelfde. 13, of aan min bij 15 zijn we zeker, dan weten we dat is een F. 14... A, B, C, D, E, F. Ik kan dat soms een keer missen, dus ik schrijf dat zo op. 15, 14, 13, 12, 11, 10. We zien hier een 13 staan. 13 is een D. Dus we krijgen hier 1DF. Dat is onze uitkomst. Dus we kunnen zeggen dat 479 in decimaal is gelijk aan 1DF in hexadecimale vorm. Ik ga hier een lijn onder trekken. Nu willen we van hexadecimaal naar decimaal. De omgekeerde richting. Laten we het voorbeeld nemen. 2, 3 en nu een keer de letter E. Dit is een hexadecimaal. Dat spreekt voor zich. Dit willen we in decimaal schrijven. Decimaal. Nu, hoe beginnen we eraan? Net zoals bij binair, ik ga deze opnieuw schrijven, 2, 3, 1, kunnen we zeggen
dat deze plaats staat voor 16 tot de nulde. Bij binair was dat 2 tot de nulde, want binair had 2 cijfers. Hexadecimaal heeft 16 karakters, dus schrijven 16 tot de nulde. Tweede plaats is 16 tot de eerste. Dit is 16 tot de tweede. Goed. Nu is het gewoon logisch werken. Hè. 16 tot, we zien hier een 2 staan. 2 maal 16 tot de tweede. Daarna doen we gewoon plus het volgende getal. 3 maal 16 tot de eerste. Plus die e. Die e zien we hier terug. E is 14. 14 maal 16 tot de eerste. De nulde, sorry. De nulde. En dat is gewoon wiskunde. 2 maal 16 kwadraat plus 16 plus 3 maal 16. 16 tot de 0 is 1, dus we kunnen omschrijven plus 14 is 574. Jullie zullen je waarschijnlijk al afgevraagd hebben waarom in godsnaam zouden we hexadecimaal moeten kunnen omzetten. Waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Nu, hexadecimaal wordt veel gebruikt in de wereld van programmeren van PLC's. PLC. Nu, een PLC is een Programmable Logic Controller. Dat is eigenlijk het hart van de machine in de industrie. Dat is het toestel dat de machine aanstuurt. Het moet iets uitschuiven of inschuiven of de armen naar boven of beneden. De PLC gaat dat allemaal regelen. Een PLC kan ook in communicatie staan met een andere PLC. Dus een machine babbelt met een andere machine en die stuurt informatie uit. Dat gebeurt via hexadecimale codes. Nu, een hexadecimale code is zo erg opgebouwd. We hebben gezien, de 15. F staat 15 voor. Maar 15, we gaan een keer een binair zetten. Oké, dus we weten, we kunnen al 10, wisten we van in de vorige video, dit is 10. Want 8, 4, 2, 1, 8 en 2 tezamen, de som is 10. Als we doorgaan naar 11, 12, 13, 14 en 15. 11, 0, 1, 0, 1, 1, 12. Dit kunnen we al, hè. Als je dit niet kan, refereer ik nog eens naar mijn vorige video. 0, 1, 1, 1, 1. Wat zien we? 15, ofwel A, B, C, D, E, F. Oh, dit is door. F, 15 is gelijk aan 4 keer een eentje. 4. Nu, als we gaan kijken naar één cijfertje, die 1, dat is 1 bit. En een bit heeft een toestand van 0 of 1. Dat is logisch. Maar 1 bit. En als we nu 8 bits hebben, dan noemen we dat 1 byte. Met een eentje van achter. En dan 1024 bytes. Dat is gelijk aan 1 kilobyte. Dat klinkt dan meer gekend in de oren. En dan komt er achter megabyte, gigabyte, de term die we kennen. Nu, als codes gestuurd worden, gaat dat vanaf, waarschijnlijk meestal vanaf 2 hexadecimale cijfers. Dus kunnen we bijvoorbeeld de code EA gestuurd krijgen of 1F. Allemaal decimale codes die kunnen gestuurd worden. Als we nu die 1 ook als ik ga een voorbeeld geven, wacht even denken. De E, op ons vorige blad, de E. We zien hier E14. 14 is deze code, 1110. En de A is de 10, 1010. Dat is precies 1 byte lang. Dus dat is netjes opgedeeld, dat hexadecimale codes overeenstemmen met de byte logica, kilobyte en zo. Ja, daarom worden dus hexadecimale codes gebruikt binnen de wereld van de programmeren en van de industrie.
Zo, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Als jullie nog vragen of bedenkingen hebben of opmerkingen of wat dan ook, schrijf ze eronder in de comments. Ik zal ze allemaal lezen en zo spoedig mogelijk op antwoorden. Als jullie nog ideeën hebben voor een volgende video, laat het ook gerust weten. En ja, liken en subscriben of ja, abonneren is gratis. Dus allemaal doen. Ciao!